de onthullingen gedaan door parlementariër Melvin Bouva over mega-fraude bij het ministerie van Financiën. Er zouden daar via vervalste reçus gelden zijn gelicht vanuit zijn betaalopdrachten gegeven door de Centrale Bank van Suriname. En de gelden die zijn gelicht van de rekening van het ministerie van Financiën. En het zou gaan naar aannemers die geen werk hebben verricht en hiervoor toch geld hebben ontvangen. Dit heeft gezorgd, zoals ik het daarnet aangaf, voor de nodige commotie in het parlement. En we spraken met parlementariër Melvin Bouva hierover, die als volgt hierop inging. Op de eerste plaats doe ik het niet daarvoor. Op de eerste plaats vertolk ik echt wat mee wordt gepresenteerd door mensen die te maken hebben met wat er gebeurt in het land. En men vertegenwoordigt de man, dus als ze komen. Meneer Bouva checkt dat, u kent de hele kwestie van CDS nog, Blauwmeer is bekend. Maar ook een aantal andere zaken die ik hier aan de orde heb gezet. Zijn geen dingen die ik uit mijn duim zuig. Na Sma, Sa Jere, Sma Sa Sabi. De man omande ja. De man leg voor. Ik denk dat een vertrouwen zijn maar op in mij. Dat is omdat als ik de zaken breng met de nodige vuur en vlam. Om die regering te bewegen om antwoord te komen geven. En dat hebben we vandaag gezien met die megafraude zaak die er nu speelt op het ministerie van Financiën. Is ernstig. En kunt u even via het microfoon van TBN Prime Alert even aangeven zijn apistorie precies? Maar tegen eerlijk apistor, ernstig moreel sam denk ik. Zeker omdat Bakadi Michar apistorie voor een megafraude schandaal kon. Ja, waarbij er bedragen aan mij zijn gerapporteerd tussen de 500 miljoen en 900 miljoen SRD. De minister praat hier over 40 miljoen. Ze heeft niet gezegd of het is dollar of SRD. Maar die informatie zullen we nader van die regering krijgen. Maar na ernstig biggie money. Ze in feite Michara San Konja van de vloer tot aan de top van het ministerie bij betrokken is. Want zelf heeft je een portie golu op oneigenlijke manier voor rekening voor centrale bank, voor financiën, dan mama baka im abi. Lastang wat tot nu toe, let wel op mijn woorden, tot nu toe bevestigd is, van 40 miljoen SRD. Dat heeft de ministerie gezegd. De bevestiging van de ministerie heeft meer vragen naar antwoorden gebracht. Op de eerste plaats met een VP, ja, een president nog kom, een minister van Financiën nog prefoer ik ook toe. Maar waarom laat de regering de minister van Defensie beantwoorden. Dus die hele verhouding binnen de regering kan je niet rijmen. Maar antwoord naar Bimbo. En zeker niet de reactie van onder andere Le Jogi daarop. Om dat ding te bagatelliseren. Ja, maar moet niet nog paai voor rekening voor financiën. Kan mij worst wezen. Er is geld onrechtmatig op een onbehoorlijke, onterechte, fraudeluze, frommelige manier. Moet ik moppen voor Gralanti. Go in Saka. Voor een toekting goedemang, naar voor een toe invloedrijke man, naar friends en family van regering, die zijn niemand kan dat ontkennen. En ik denk dat if u ziet dat hij bij een auto begint zo vaarlijk ba, dan een restructuur is om ons lukken. Maar dan nu, op historie die is het jaar onderkomt, op punt, meneer Bouva, hoe zit het dan met de check and balances dan? Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met behoorlijk bestuur? Hoe zit het met checks and balances? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Kijk, de regering, eigenlijk de coalitie, heeft toch beloofd dat Luko NDP, met een beetje fout, en de moro beetje voerman van ons de mannen naar NDP, dat hebben ze jullie als samenleving willen laten geloven, toch? Met allerlei leugens ontkleed. En we zien dat langzaam, maar zeker wel of de leugens dat, sorry, dat kan niet klop. Maar behalve voor, sorry dat de leugen niet klop, in feite de verkondigers voor mooi naar een geweldige belofte, maar opvallig baga. En het rijtje van financiën wordt alleen maar langer. We beginnen aan surfen. We gaan het gaat door voor HPSG. Daar hebben we eerst gesproken, laatst meneer Parmeester 2 miljard kom van ergens naar nergens. Het door voor blauwe meer takja. En nu hebben we weer dit schandaal. Dus hoe lang moeten we nog doorgaan om te horen dat we lof voor mijn lips? Hoe lang moeten we nog zogenaamde dingen met de mantel der liefde omkleden? Rada, ik kan draaien fiti. Dit had niet mogen gebeuren. Ik geloof dat er
maar dat wel ernstig onderzoek moest komen. En de zaak zou zogenaamd al zijn ontdekt door de minister van Financiën of het ministerie, weet ik wat, die minister van Defensie daar zegt. Maar waarom is het parlement niet omstandig geïnformeerd? Brief me. Heeft me nog bepreforen op basis van informatie aan mijn kiezen. Bij Kondjaleks volkvertegenwoordiger voor takapistoor die zich zou dit in de doofpot belanden. Zou 40 miljoen gewoon voetsie verdwenen zijn en daar zou niemand over praten totdat één hier opstaat om dat te vragen en dat aan te kaarten. Maar dan wil mensen mond hier komen hebben van ja, maar transparantie. Deze regering heeft bewezen niet transparant te zijn. De Masori tak, als hij hoort in de camera naar friends and family, naar adviseurs, naar mensen die in lijn naar de regering takken. We hebben ook begrepen dat in deze zaak invloedrijke Surinamers met gerenommeerde namen betrokken zijn. We hebben ook vernomen dat er intussen ook zeg maar één persoon voortvluchtig is. We hebben ook vernomen, en dat heeft de regering niet, dat heeft de minister niet gezegd. Toch? Dat heeft de minister niet gezegd. Dus ons wordt veel informatie onthouden. En mijn actie is af, hoe lang moeten we dit nog volhouden? En dan is er nog een probleem. If meneer Jogi was staat op en mijn karaman omdat hij, omdat mijn echt meneer, eigenlijk moet ik een volk voeren. Mijn man stel me voor dat zo'n ernstig zijn in play, dat een collega volksvertegenwoordiger kan prevoeren om dat nog goed te komen praten. Met ja, deze mensen hebben 10 jaar gezeten en 10 jaar dit. Nu op dit moment 40 miljoen betekent, dat wel los maar zijn arke nu de. De man op de basiskarte omdat money no defini nu. De man no man set one antal sani subsidie voor dat no man pay. One los and den a winkel sani no man pay. Understuinen de man no man kisi. De tien sa moest pay 1800 SRD voor universiteit. Moest pay 3500 SRD nu de. Zonder daartoe een nodige subsidie of een ondersteuning te geven. Daar praten we over. Dan willen we hier komen praten over een verdrag. Chemisch verdrag. Wat voor chemisch verdrag? Komt de minister en zegt ja, een chemisch verdrag belangrijk. Want We zijn voorstander van vrede. Ja, we zijn voorstander van vrede, ja. Natuurlijk. Maar je eigen regering is een heleboel oorlog. Ja, we zijn ook tegen massavernietigingswapens. Maar per voor jou massavernietigingswapens. Mijn actie minister Flora, mijn actie Rangu, massavernietigingswapens. Waar is Saramak en Para, Coroni? Waar zijn er massavernietigingswapens? Wat is belang om daarover te praten? De regering had er beter aan gedaan om ons eerlijk te komen informeren. Dag Luko. Dit is het vraagstuk zoals de centrale bank dat heeft gedaan. Bichara Sankonja, binnen een uur was de centrale bank en mijn waardering daarvoor. Met de informatie naar buiten. Dat er inderdaad een vraagstuk is. Dat er Russisch zijn uitbetaald. 2-1 is aangehouden. Maar hier wordt gedaan alsof er niets is uitbetaald. 2-1 is aangehouden. En dat de zaak in onderzoek is. En ik ben niet tevreden met alleen onderzoek. Ik wil weten, we hebben wat namen op straat gehoord. Mami, anders dan de oppositie en de cultuur die we in de politiek zien, mi aan of wat type taki, maar begin karmen zomaar. Want de lijnen lopen. Ik ben niet van die cultuur. Maar ik wil het wel horen. En ik wil wel vanuit onderzoek dat bevestigd hebben. En alleen het zeggen dat onderzoek komt, gaat mij niet en met mij velen niet gelukkig maken. We willen naast het onderzoek, willen we dat de gelden zo snel als mogelijk terug worden gestort. Willen we dat wie zomaar en wie na president en beste mati moeten er koppen. Wie is na minister Financiën, wie is na minister president voor Centrale Bank, wie is na, ik noem het maar. Wie hier steken heeft laten vallen, wie hier verantwoordelijk voor is, wie hier nalatig is, wie hier zijn ogen heeft gesloten, wie hier allerlei zaken heeft gedaan, heeft daar moeten de koppen voor rollen. Laat de regering dat stellen. Ik ben in de tribune toch, ik ben moroboe. Laat blijken, laat getoond zijn dat er hier ernstig mee wordt omgegaan. Want 40 miljoen SRD, bevestigd tot nu toe, onze informatie is meer dan 100 miljoen. Bevestigd tot nu toe. Al zou het zijn 40 miljoen, misschien 40 SRD of 40.000 SRD. Zo kan het een piki play. Dus 40 miljoen is veel geld van het volk. En we zullen erop blijven staan. Dat Asan Muskong
banunu de nanga de mandis. We zijn nauwelijks bijgekomen van Sabaku. Nauwelijks uttek ik blo. Adam, mijn regering collega, president actie leest aan, uw president nog presenteren. Nauwelijks u kom, dan was aan voor coronaburg kom. Dan was er een kwestie en play over bedreiging naar constitutionele. Wat loopt weer de nanga lolo zijn hier voor de mandis? En dan komt dit nou. En wanneer gaan we ons bezighouden met wat echt die samenleving bezighoudt? Wanneer gaan we ons bezighouden met die mensen in Brokkoponden die nu nog steeds niet in hun woning zijn? Ik weet niet of men het joggie en de zijn en het meemaken, maar dagelijks komen mensen dat gewoon... Ze kunnen bijna niet in hun dagelijkse behoefte voorzien. Ik ben populair genoemd, hè? Een interview dat bij Dat TV, in de buurt bij Ma'inge gegaan en ook bij Ma'inge. Terangu. En we hebben armoede gezien zoals dat nooit tevoren en nergens eerder is geweest. Het is ernstig. De mensen is maar volgens mij naar kantoor en naar kabinet wanneer men vindt dat ontwikkeling daar. Dus ik wil dat deze zaak ons niet moeten afleiden. Maar ik wil wel dat we ons bezighouden daarmee. En ik eis dat er spoedig onderzoek en resultaat daarvan komt met koppen duidelijk en geld terug. En laat ons bezighouden aan Assange echt in play in de samenleving.